Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Diafaan en Laris Wonen en Diensten. In deze vierdelige serie laten zorgverlener Diafaan en woningcorporatie Laris zien hoe zij samenwerken in het woonzorgcomplex Meulenvelde. We volgen verzorgende Jeroen en Jannie in hun werk. En ook de dames Landa en Klopman worden gevolgd in hun beleving als bewoner van Meulenvelde. Goedemorgen, een nieuwe dag. Mevrouw Klopman. Ja, meneer. Wij gaan zo op de rand van bed zitten. Zo, mevrouw. Je hebt vaak mensen in een verzorgingshuis zorg krijgen. Die zijn wat zelfstandiger en in het grotendeels begeleidend werk. En zoals hier op de verpleegafdeling. Heb je wat meer complexere zorg. Ze hebben wat meer zorgbehoeftes nodig. Wat meer structuur, begeleiding. Stukje extra wondzorg, verschillende disciplines die erbij komen kijken. Het is allemaal net wat meer uitdagender. Benen omhoog. Zo, mevrouw. Mag ik heel even een klein beetje met de billen naar achteren? Prima. Leuk om Basel op te nemen, ga ik met hierom. Nou, lukt zo ook wel. Nou, ik ben gewend aan harenkamer, hè? Ja, ik ben gewend aan harenkamer. Dat heb veel liever zelf gedaan, maar ja, eens houden het op, hè. Alleen zijn is ook heel stil, maar ik heb ook niet, van mijn eigen niet zoveel kinderen. Ik heb 3 meisjes gehad. Eén is er met 45-jarige leeftijd overleden, want ze hebben allemaal last van de nieren. Ze weten ook helemaal niet hoe dat komt. En ja, en mijn ene dochter die had ook nog borstkanker. Maar die was gisteravond nog hier, die is onderwijzeres. En ik zeg gisteravond nog, hoe gaat het toch met jou? Oh, goed mama, goed. Men hoef je geen zorg te hebben. Maar ja, dat heb ik toch. En hoewel mevrouw Klopman haar familie mist, heeft ze het erg naar haar zin in Meulenvelde. Nu nemen we een kijkje bij mevrouw Landa. Nadat mevrouw Landa zichzelf heeft aangekleed, maakt ze haar ontbijtje klaar. Zij heeft nog geen hulp nodig en dus smeert ze iedere morgen haar eigen boterhammetje. En dan mag er best iets lekkers op. Wat doet u er zo al op, mevrouw Landa? Ik geef 's morgens altijd een boterham met jam. Speciale jam, marmelade. We zijn hier bij mevrouw Landa om eens eventjes met haar een babbeltje te maken. Want voor de rest heeft zij geen zorg nodig, want zij ontbijt zelf. Zij maakt het ook zelf. Het is voor de cliënt ook prettiger. Dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, zelf dingen kunnen doen die ze prettig vinden. Het is wel gezellig, 's morgens. Mevrouw Klopman eet gezellig in de eetkamer boven. En Jeroen brengt haar daar iedere dag naartoe. Ik eet altijd 2 beschuiten met rood vlees. En een beetje thee. En wat water. We hebben zojuist mevrouw Klopman naar de huiskamer gebracht, waar ze de maaltijd kan nuttigen. Op deze plek krijgt mevrouw ook de medicatie aangereikt. De menulijsten worden hier ingevuld voor de volgende ochtend. Mevrouw Klopman kan kiezen uit 2 menus. En nu drinkt ze daar het maaltijd een kopje koffie. Mag het ook een kopje thee zijn, Jeroen? Mevrouw Klopman. En een kopje thee. Alsjeblieft, eet smakelijk. En terwijl mevrouw Klopman haar thee drinkt, legt Jannie even uit hoe haar dag eruit ziet. Ja, we hebben natuurlijk verschillende diensten. Ik pak dan maar even gewoon de dagdienst. Je begint om 7:00 met de overdracht van de nachtdienst. En wij werken met de routes, dus iedereen pakt een route. Dat zijn papieren waar namen op staan van cliënten waar jij naartoe moet. De ene keer zijn het badbeurten, dat je dus iemand moet douchen, gewoon wassen, ontbijtje maken, medicijnen geven. In het verleden was het zo dat iedereen pakte eigenlijk dezelfde
route, zeg maar. Van, ja, maar ik wil graag naar die cliënt. En om dat gewoon te voorkomen, krijgt iedereen elke dag een andere route. We werken met kleurtjes, zeg maar. En het kleurtje correspondeert dan weer met jouw naam. En dan pak jij 's morgens je route en dan ga je dat gewoon aflopen. Je hebt zo gewoon wat afwisseling, want je bent toch gauw geneigd om te zeggen, nou, ik pak die route, ik heb hem gisteren ook gedaan, dan weet ik ongeveer wat ik moet doen. En ja, dan wordt het toch gauw een sleur. En nu heb je bijna elke dag een andere route. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en dus gaan de dames gezellig handwerken. Nou zijn de dingetjes aan het breien voor een goed doel. Die gaan ze verkopen en de ouderen krijgen daar voor elk poppetje wat we breien, krijgen ze 2 cent. Of 20 cent. Ja, ja. Mevrouw Klopman besluit om iets anders te gaan doen. Wat gaat u doen, mevrouw Klopman? Op naar de kerk. Goedemorgen. Mevrouw Klopman, ja. Een mooie dag is het, hè? Maar we zijn hier bij elkaar omdat we zeggen van, nou, God trekt met ons mee. En als teken daarvan, dat het eigenlijk in ons leven nooit duister is, maar dat er altijd licht is, steken we de kaars aan. We zijn hier bij de inloopochtend van de kerkdienst. Dat is de reden waarom ik wat zachter praat. Hier kunnen de bewoners praten over hun geloofsovertuiging. Alle geloofsovertuigingen zijn in principe welkom. Ze kunnen ook over andere dingen praten, over gevoelens, et cetera. Prachtig, hè? Mooi uitzicht heb ik. Ik kijk uit op de school en op het bos. Op de tuin van het vroegere klooster. Okay. Daar wonen altijd de zusters. Maar die zijn al verdwenen. Dit is de tuin nog van de zusters. Zie? Kijk? Ja. Ja. En dat is de school, want dat is heel gezellig. Daar heb ik tenminste wat beweging. Ja, ik mis de kleinkinderen. Ja. 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 Ze zijn begin van het jaar nog allemaal hier geweest. Want ik herdenk altijd onze trouwdag, 5 april. Ja, maar mijn man is al heel lang dood. Hij is 11 jaar dood, ja. Mist u hem? Oh, best wel, ja. Wij gaan deze cliënt met 2 personen in de tillift verplaatsen van de rolstoel naar de luierstoel. Nou. Gaan we eerst even zorgen dat de beensteunen eraf zijn, zodat deze tillift goed ertussen past. Wij krijgen gemiddeld zo'n 2 keer per jaar stagiaires van Rijnijssel uit Arnhem of Graafschap College uit Doetinchem. We beginnen in de eerste paar weken dat ze een beetje boventallig kunnen werken, dat ze een beetje mee kunnen kijken. En dat geldt vooral voor de stagiaires die als eerstejaars komen. En zo langzamerhand gaan hun zelfstandig werken, zodat ze bijvoorbeeld een cliënt zelfstandig kunnen douchen, in een rolstoel kunnen verplaatsen, met een tillift in een stoel plaatsen. En dit gaat in het begin allemaal onder begeleiding. En zo gauw als wij merken dat het goed gaat, mogen ze het zelfstandig gaan doen. Het leukste in de zorg vind ik toch wel de persoonlijke verzorging van de bewoners. Daarvoor kies je uiteindelijk ook voor de zorg. Ik ben dan zelf eerst verantwoordelijke verzorgende. Dan heb je een x-aantal cliënten waar je verantwoordelijk voor bent. Dan moet je de zorg coördineren van opname tot overlijden of verhuizing. Dan heb je wat meer administratieve taken erbij. En dat is dan wel een hele leuke combinatie ervan. Het werken voor jongeren in de zorg is aantrekkelijk omdat het uitdagend werk is. Geen dag is hetzelfde. Je werkt met ouderen. Je werkt onregelmatig, dus in de weekenden is het soms wat jammer dat je dan moet werken. Maar daarentegen ben je door de week dan wel weer vaak vrij. Ah, even lekker bewegen. Het is weer tijd voor de wekelijkse gymnastiek. Het gaat goed zo, dames. Ik vind altijd wel, als je overal aan meedoet, dan leer je de mensen ook goed kennen. Ja, en ook handwerken. Zie, die pop heb ik gemaakt. Grootmoeder. En aan de andere kant de wolf. Zie,
En grootmoeder heeft een blauw jurkje aan. Zie, en dan trek ik hem andersom. En dat is een rood kapje. Ja. Hebben ze mee geholpen hoor. Maar ik heb de spullen zelf gebreid. Ja. Als de kinderen met mij gaan wandelen, wel eens zondags of zo, we komen mensen tegen. Dan is mevrouw Klopman mee aan het wandelen, hallo dit en dat. En dan zeggen onze kinderen, godsman, was hij hier toch al veel kennissen. Nou bent u nog wel redelijk zelfstandig. Ja, dat probeer ik tenminste zoveel mogelijk. Dat heb ik geleerd op Klimmendaal. Maar ook door wilskracht, denk ik. Ja. Ik ben een doorzetter, ja. Eerder kwamen de mensen toch wel in een verzorgingshuis als ze nog best wel heel veel konden. En dat wordt steeds minder. De mensen zijn steeds minder zelfstandig als ze in een verzorgingshuis komen wonen. Dus de werkdruk wordt veel zwaarder. Qua die bezuinigingen, ik heb zelf de insteek van het is net hoe je er zelf een beetje mee omgaat. Je kunt van elke mug een olifant maken, maar ja, als je een beetje creatief bent, dan is voor alles wel weer een beetje een oplossing. Het is wel duidelijk dat je niet achter de geraniums hoeft te zitten in Meulenvelde. Zo gaan de dames de volgende keer stemmen voor de Tweede Kamer en neemt Paul Kiewiet van Laris ons mee op een rondleiding. Tot dan! Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Diafaan en Laris Wonen en Diensten.